Welkom bij hoofdstuk 4 Biocast. 4.1 gaan we bespreken. Hoofdstuk 4 heet waarnemen en reageren. En dat bestaat uit een aantal paragrafen. De eerste die we nu gaan bespreken, 4.1, zintuigen. 4.2 gaat over het oog en het oor. Dan gaan we kijken naar het zenuwstelsel bij 4.3. We kijken hoe je reageert op prikkels bij 4.4. En tenslotte kijken we nog naar het hormoonstelsel bij 4.5. Natuurlijk zijn er ook weer een aantal leerdoelen. En je kan dus checken of je voor het tentamen alles weet van dit hoofdstuk. Je moet de delen van de zintuigen in een afbeelding kunnen benoemen. Je moet de werking van die delen van die zintuigen kunnen beschrijven. Dus je weet wat ze doen. Je kunt uitleggen dat prikkels door zintuigen worden omgezet in impulsen en dat die naar het centrale zenuwstelsel gaan. Je begrijpt dat gedrag veroorzaakt wordt door inwendige en uitwendige prikkels. Je kan de bouw, de ligging en de werking van zenuwcellen uitleggen. Je kan de bouw, de ligging en de functie van delen van het centrale zenuwstelsel beschrijven. Ook kan je uitleggen hoe een bewuste beweging verloopt. En dat kan je ook doen bij een reflex. Dan kan je nog vertellen waar een reflex eigenlijk voor is en een paar voorbeelden van een reflex geven. Ten slotte weet je nog wat hormonen zijn en hoe ze werken. En je kunt ook hormoonklieren in een afbeelding benoemen, dus de naam geven, en vertellen hoe ze werken. Dat zijn de leerdoelen van hoofdstuk 4. 4.1, de zintuigen. Die drum, dat geluid daarvan, komt bij je oor en je oor zet die om in een bericht voor je hersenen. Het geluid is de prikkel en het bericht voor je hersenen is een impuls, een elektrisch stroompje, wat via je zenuwcellen naar je hersenen gaat. En dan is het nog zo dat zo'n prikkel, die kan te zacht zijn. Dan is die onder de drempelwaarde. Terwijl als die groter is, als die boven de drempelwaarde uitkomt, dan ontstaat er een impuls, een bericht naar je hersenen. Bijvoorbeeld een heel klein beetje suiker in de koffie zou je niet proeven. Maar als er maar genoeg suiker in de koffie zit, dan proef je het wel. Als je 's ochtends je kleren aantrekt, voel je heel even dat je die kleren aan hebt. Maar in de loop van de dag denk je daar niet meer aan. Als je in de zon gaat liggen, is het eerst wel even lekker warm, maar na een poosje voel je dat niet meer. Dat is gewenning. Hier kijken we naar de huid en in die huid, die bestaat uit een aantal lagen. De opperhuid bijvoorbeeld, die weer bestaat uit de horenlaag. En de kiemlaag. En in de lederhuid, daar zitten een aantal zintuigjes. Daar zie je een haar zitten. Maar hier heb je bijvoorbeeld het tastzintuig, waarmee je kan voelen of iets ruw of glad is. Maar daar zit ook het koude zintuig en die merkt als het kouder wordt. Je hebt ook een warmtezintuig en die laat je weer weten wanneer het warmer wordt. Dan heb je ook nog een pijnzintuig als je huid beschadigd raakt. En je ziet hier de bloedvaatjes zitten. Je tong, je smaakzintuigen die op je tong zitten. En je hebt gebiedjes die verschillende smaken proeven. En dat zijn er 4. Het voorste, daarmee proef je zoet. Zout proef je met die 2 gebiedjes daarachter. En zuur met die gebiedjes daar weer achter. En helemaal achterin, daarmee proef je bitter. Dit zijn de smaken die je kunt proeven. Hoe werkt het dan dat je toch verschil proeft tussen bijvoorbeeld honing en stroop? Daar heb je je neus voor nodig. Het verschil tussen honing en stroop ruik je, terwijl je de smaak zoet proeft met je tong. Hier zie je de tong en hier zie je de smaakknopjes zitten. En daar zitten de eigenlijke smaakzintuigjes. Als ik hem nog een stuk verder vergroot, zien die smaakzintuigjes er zo uit. Die gele bolletjes dus, die uitvergroot zijn. Hier zie je nog een microscopische foto van een doorsnede van de tong met daarin de smaakzintuigjes.
Nou, dit was hem alweer, de 4.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende.